Muziekhuis is een methode voor MCV en groepsmusiceren in de tweede graad van het vernieuwde DKO. In 2018 verscheen een eerste druk van Muziekhuis, het boek voor de kinderen van het eerste jaar. Er is zowel voor leerling als voor leerkracht slechts één boek. De ene kant van het boek is de MCV-kant, de andere kant bevat de liedjes voor het groepsmusiceren. Op basis van de feedback van gebruikers komt er een nieuwe bijgestuurde druk. We geven graag nog eens een overzicht van de voornaamste kenmerken en van de nieuwigheden in deze herziene druk. De MCV-kant is onderverdeeld in 22 lessen, elk met een eigen thema. De lessen bevatten steeds dezelfde basiscomponenten en starten met een liedje dat ofwel inhoudelijk ofwel thematisch verwant is met de les. We noemen dat liedje het startertje. Vaak komen in het startertje inhouden aan bod die een aantal lessen later pas benoemd worden. We werken dus van praktijk naar theorie. Na het startertje komt lees- en zingtraining los van ritme en ritmetraining los van toonhoogte. De nieuwigheden van de les worden geduid en worden daarna ingeoefend in een reeks lesjes die we op naar de top noemen, omdat ze van eenvoudig naar lastiger geordend zijn. In het leerkrachtenboek staan uitgewerkte pianobegeleidingen voor deze lesjes en in de nieuwe druk ook akkoordsymbolen. Aan de op naar de top lesjes zijn vaak extra opdrachten gekoppeld. Een gehooroefening, creatieve opdracht, theorieoefening, samenspeelopdracht, weet je. Op die manier worden de competenties in heel hun breedte ontwikkeld. Ook de C van MCV wordt niet vergeten. Doorheen het boek worden de instrumenten voorgesteld en staan er portretjes van componisten en muzikanten uit de klassieke muziek, pop en jazz. Nieuw is dat er om de drie lessen een invulblaadje is waarin de theoretische inhouden van de voorbije lessen getoetst worden en een melodisch en ritmisch dicté. Op de downloadpagina van het leerkrachtenportaal staan 7 concertlesjes. Dat zijn wat langere lesjes waarin telkens weer de nieuwigheden van de laatste 3 lessen verwerkt zijn. Bij die concertlesjes zijn ook heel eenvoudige meespeelpartijen. Een extra mogelijkheid om het groepsmusiceren ook in de MCV-les binnen te brengen. Nieuw is ook dat de kinderen nu thuis kunnen oefenen op computer of tablet. Op het online oefenplatform krijgen ze per les een reeks oefeningen waarin op een speelse manier de inhouden van de les nog eens extra geoefend worden. Als leerkracht kun je op een heel eenvoudige manier de activiteit van je leerlingen op het online oefenplatform volgen. Aan de andere kant van het boek staan 20 liedjes. In het leerlingenboek is dat in leadsheetvorm, in het leerkrachtenboek met pianobegeleidingen. In engste vorm kunnen die liedjes in een samenzangcontext gebracht worden. Word ik drummer van de band, van heel zacht tot... Op het leerkrachtenportaal kun je een hele reeks arrangementen bij de liedjes downloaden. En dat voor zowat alle instrumenten, inclusief klasinstrumentarium. Er zijn easy parts voor de startende instrumentist. Alle partijen zijn op tweedegraadsniveau. De inzetbaarheid is breed. Van pianobegeleiding met zangertjes en orfinstrumenten tot zangers met strijk- of blaasorkest. Meer info over Muziekhuis en Muziekstad, het nieuwe boek voor kinderen van het tweede jaar, vind je op onze website muziekhuis.org. Rom, bom, bom en kets, boom, tjing.